Dit is het beeld liggend, op de hoek van de Kerkelandenlaan en de Kloosterlaan. Het staat er sinds 1971, in die tijd dat de eerste bewoners van de wijk Kerkelanden hun nieuwe huizen betrokken. Het beeld is gemaakt door beeldhouder Fons Bemelmans en stelt liggend vrouwelijk naakt voor. Maar wie goed kijkt, ziet dat de vrouw niet echt ligt. Slechts haar heup raakt de sokkel waarop het beeld staat. Met haar handen in haar nek en opgetrokken been lijkt de vrouw bezig met een yoga- of fitnessoefening.